Hallo de amigos, mijn naam is Ivar en welkom terug bij een nieuwe Hunger Games aflevering. Het is al een hele lange tijd geleden dat we een Hunger Games aflevering hebben gedaan. Er loopt iemand naartoe en ik waarschijnlijk gaat dit dan fout. Ga eraf. Goed zo, hey, eerste kills binnen. Maar de laatste paar dagen hebben we echt, nou eigenlijk de laatste week sinds de laatste compilatie, hebben we in één keer echt volgens mij 25 abonnees erbij gekregen. De laatste keer dat ik heb gekeken, dat was daarnet nog. En dat hadden we 79 abonnees uit mijn hoofd, zoiets. Daar zoiets hadden we. Maar een heleboel mensen denken zo van, what the fuck, waarom opeens zoveel? Maar de mensen die er zijn gekomen, die weten wel waarom. Nou, op Altijd Melvin, dat is een beroemde YouTuber van Dagelijks HD. Die heeft mijn map gespeeld. En ja, mijn map voor kijker heeft hij gespeeld. En ja, om het zo maar te zeggen, dan heeft hij mijn map gespeeld. Dus aan het einde had ik mijn YouTube-account naam neergezet. En dat is hij gaan spelen. Nou, eigenlijk niet gaan spelen, maar aan het einde had hij me uitgespeeld. En toen had hij mijn naam opgenoemd en nu zit ik hier vast volgens mij. Oh my god. Dat doet het me op deze manier. Moeilijk doen kan ook, is ook een vak, hè. Maar die heeft het gespeeld. Ik ben hem daar echt heel erg dankbaar voor. Ik moest hem echt eigenlijk best wel doodlachen toen hij het speelde. Want hij ging ook te veel over die pressure plate. Daardoor ging het en kwam er een beetje spam. Volgens mij liep er zelfs iets vast. Maar hij gaf me 15 van de 18 Melvin punten. En dan denk je dus een heleboel van jullie van, Ivar, wat zijn Melvin punten? Nou, Melvin is 18 jaar en dan heeft hij eigenlijk in plaats van 1 tot 10 rate over een cijfer van de map, heeft hij dan van 1 tot 18. En dan, ja, heb ik er 5. Dan had ik 15 ervan gekregen. Dus dat is eigenlijk best wel goed. Volgens mij een 8, nog wat of zoiets is dat dan van de 10. Eigenlijk, als je dat zo gaat doen. Maar ik ben er best wel dankbaar voor dat hij het speelt. Volgens mij heb ik echt hele slechte spullen vergeleken met anderen van mij. Dat ik echt rondjes had lopen als een idioot. Maar ik vond het grappig dat hij dat deed. En ja, het was wel grappig. Leuk, ja, dat zeker. Maar ik wil jullie van harte welkom heten, amigos van Altijd Melvin. Nou, althans, mijn kijkers noem ik amigos. Altijd Melvin is er niet echt zo gesteld, maar ik dacht van, nou, boeien, ik zeg altijd adios aan mijn video's. Dus ik dacht, dan deed ik mijn kijkers, mijn amigos. Oh, het begint al in 4 seconden, oh, fijn. Oké, let's win this shit. Maar onder de, oh, wacht, dat vertel ik zo meteen in het volgende potje. Oh my god, no. Wauw, serieus? Dit is zo oneerlijk, kijk dit dan wat hij heeft. Kijk hoeveel spinnen, kijk hoeveel spinnen met mijn hoofd die heeft, what the fuck? En dat moest eerlijk zijn, oh, en dan ben ik derde, terwijl ik als ene laatste, oh, oké. Nou, ik zie jullie zo meteen weer in het volgende potje. Hallo de amigos en welkom terug bij het tweede potje van deze aflevering. En ik ben liep naar, oh my god, spullen, nee. Oh my god, wat is dit close. Oh my god, hij ziet me niet, hij wil me niet zien. Welke faggot liep er weer achter me aan? Wauw, noobs. Nou, dan doen we maar weer een, zometeen het laatste potje, hè. Hallo de amigos en welkom terug bij het tweede, oh my god, ik krijg helemaal niks. Welkom bij het allerlaatste potje, niet tweede, het allerlaatste potje van deze aflevering. En nogmaals, ik wil de nieuwe kijkers van Altijd Melvin van harte welkom heten op mijn kanaal nog een keertje. En ja, ik wil het ook nog hebben over een tijd geleden had ik achtergelaten, nou niet achtergelaten, maar gewoon in de video's gezegd dus van welke game wil je mij zien spelen op de PlayStation 4? Want binnenkort ga ik dus een PlayStation 4 halen. Waarschijnlijk pas in de vakantie of zo, van het eind van de vakantie. We hadden jullie achtergelaten in de reacties van Call of Duty of GTA 5. Het is echt om en om. En gewoon 2-2 hadden jullie achtergelaten. Wat ik eigenlijk zelf wel heel erg prefer, dus eigenlijk gewoon wat mij eigenlijk echt leuk lijkt, is toch Call of Duty. Dat ik dan ga wachten op Black Ops 3. In plaats, oh, ik krijg mijn spullen, hey, alleen nog eten. Maar het lijkt me handiger en leuker om op Black Ops 3 te wachten. Want nu zijn er al duizenden video's van GTA 5 erover beschikbaar en die kan je zien en bla bla bla. Want eigenlijk is het op GTA 5 weinig echt origineels te verzinnen nu. Oh mijn god, even een paard. Andere kant op. Nou, maar ik heb, hopelijk ziet hij mij niet. Oh my god. Maar dat is dus wat ik erg prefer ten opzichte van
GTA 5. Dus eigenlijk denk ik dat ik ga wachten op Black Ops 3 en dat de PlayStation 4 met Black Ops 3 ga kopen. Ik denk dat dat toch echt het de fuck is van plan. Serieus, word ik nou in elkaar gemaakt door iemand zonder armor? Wauw, serieus? Oh my god, shame on me. Maar hij had ook een goed wapen, dus bla bla bla. Nou mensen, laat even in de reacties achter wat jullie ervan vinden dat ik dan ga wachten op Black Ops 3. Je kan er ook helemaal niet mee eens zijn, maar ik denk dat dat toch het echt leukste lijkt om te wachten op Black Ops 3. Want dat is toch iets nieuws en er zijn nog niet echt veel video's van online. En dan kan je het ook met mij echt exploren. Maar als je GTA 5 gaat spelen, dan weet je allemaal hoe het gaat en bla bla bla. En dat soort shit. Ik weet dat GTA 5 geniaal is, maar ik denk dat toch het origineelste is om dan op Black Ops 3 te wachten. Want ik ben een hele grote fan van zombies. Vooral ook van echt van zombie games. Dus op Black Ops 2 had ik echt op Mob of the Dead, ik weet niet of je die map kent, dat is die map met de gevangenis. En daar had ik echt, op solo had ik ronde 73 gehaald. En op Buried ben ik gekwit, bij ronde 50 had ik geen zin meer. Op Die Rise, ik weet niet of je dat ook kent, dat had ik ronde 72 solo gehaald. Dus dat is eigenlijk dan, dat is echt een game waar ik dan echt goed in ben. Dat is League of Legends, hè. Ja, ja. Nou, amigos, hebben jullie genoten van deze aflevering? Vonden jullie hem leuk? Mijn lichaam is een beetje onzichtbaar. Zo'n soort van een beetje. Vonden jullie de aflevering leuk? Geef dan een like. En ik hoop jullie bij de volgende aflevering weer te zien. En dan heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is adios, amigos.